en leuk dat jullie allemaal kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie zien ben ik hier vandaag niet alleen. Willen jullie jezelf even voorstellen? Jazeker, ik ben Janneke. En ik ben Gary. En wij zijn OneSwitch en vandaag zijn wij bij Joanne op bezoek om eventjes wat oefeningen met haar te gaan doen. Te praten waarom dit zo belangrijk is en gewoon wat te laten zien aan jullie. Ja, nou ik ben super benieuwd. Ik heb er ook heel veel zin in, dus laten we snel gaan beginnen. Zo, kijk allemaal even mee naar de analyse, zeg maar, naast het paard. Als wij ergens komen, kijken we gelijk naar de postuur van iemand. En zoals jullie kunnen zien is Joanne misschien wel een klein stukje langer dan ik. Dus, maar er komen natuurlijk ook wat factoren naar voren die verbeterd kunnen worden. Nou, als ik ga kijken, wil je even een kwartslag draaien. Dan ga ik even aan deze kant staan. Dan zie je eigenlijk dat de schouders bijvoorbeeld iets naar voren staan. En dan zou ik eigenlijk al een beetje aandacht willen besteden aan de achterkant. Zodat je uiteindelijk een mooie postuur krijgt en wat natuurlijker. Daarentegen zie je ook dat ze eigenlijk toch wel redelijk in lijn staat. Alleen aan de andere kant, als we kritisch willen zijn en nog een mooiere flow kunnen combineren te paard, dan zou ik eigenlijk willen dat je je bekken wat meer kantelt, ook in rust. Ja. Zodat je dat gaat oefenen. Dus mag je je voeten iets uit elkaar zetten en dan duw je eigenlijk je bekken even naar voren en schouders naar achter. En dan krijg je eigenlijk iets meer trotsere houding. Dus als je naast het paard hiermee aan de slag gaat, dan wordt het wat meer automatisme. Ja. Dus, en hier gaan we ook wat oefeningen voor doen vandaag. Nou, maar eerst gaan we denk ik even een warming-up doen. Die mogen we natuurlijk nooit vergeten. Nee. Dus ik stel voor dat we daar eerst mee gaan beginnen. Tijdens de warming-up kijk ik naar een aantal factoren. Dat is natuurlijk hoe is je aansturing van nature en wat kunnen we dan verbeteren. Dus we gaan even mensen uit de comfortzone halen, maar tegelijkertijd kijk ik naar de stabiliteit, postuur van de samenwerking van onder naar boven toe. En dat gaan we even checken met 2-3 oefeningen. En dan heb je een beetje een beeld van wat we kunnen en wat we graag doen ook. Dus je mag even op één been gaan staan en zo rechtop mogelijk. Je mag je knie omhoog pakken. En dan vanuit deze positie doe je je been naar buiten, maar je blijft zo stil mogelijk staan. Dus rechtop. En rustig door naar beneden. Oh, je moet door naar beneden. En weer op. Heel goed. Dus ik ga even kijken. En vanuit deze houding zie je al dat de circulatie en de aansturing misschien iets beter kan. Nou, hoe komt dat? Als je kijkt naar de houding, dan is ze weer terug in haar comfortabele basis. Bekken niet gekanteld. Dus probeer die buikspieren opnieuw aan te spannen. Dus omhoog, zo rechtop mogelijk. Benen naar buiten. Dan laten zakken. En rustig weer omhoog. Oké, gaat dat goed? Dan gaan we door met de andere rotatie. Van buiten naar binnen. Dus blijf zo stil mogelijk staan. Concentreer je. En rustige rotatie. Hop. Dan maak je ook gelijk de spieren los aan de buitenkant van je been en de binnenkant van je been, die eigenlijk best wel veel gebruikt wordt. Blijf rechtop staan en je mag verder niet draaien behalve je been. Dan moet je meer nadenken. Dus als je je paard bijvoorbeeld nieuwe dingen aanleert, wat hij nog nooit gedaan heeft, moet hij ook helemaal bij nul beginnen. Geldt hier eigenlijk ook. Maar dan kun je wel de aansturing zien van de spieren, wat wel goed gaat en waar de blokkades zitten. Andere been ook nog? Andere been ook nog, want vaak beginnen de mensen met hun favoriete been. En de tweede ronde is vaak iets moeilijker. Probeer niet in te draaien, rechtop te staan. Alleen je been naar buiten. Kijk, probeer je handen eens in je zij te doen. Voel wat er gebeurt. Navel in, rustig naar buiten. Hoeft niet snel. Laat zakken en weer rustig op. Zonder dat je je bovenlijf eigenlijk meedraait. Alleen je been naar buiten. Heel goed. Dat is al, lastig, dat is al beter. En schud jezelf even rustig los. Dan pakken we dus van buiten naar binnen toe. Dus rechtop. Van buiten naar binnen. En dan zul je zien, zeg maar, dat het eigenlijk wat makkelijker gaat. Omdat je dan je been weer naar binnen trekt. Dat is een iets natuurlijke reactie, zeg maar. Omdat spanning aan de binnenkant van de bovenbenen bij ruiters tijdens het rijden toch wat meer op spanning staan. Blijf je buikspieren gelijk. Heel goed. Ja. En schud jezelf weer even los. Oké, wat zijn de stappen die je hebt genomen voor je gevoel?
Ik vond het best wel lastig. Ik voelde ook dat je echt meer je buikspieren moest aanspannen, want anders val je helemaal uit balans. En klopt. Ik draai zelf snel mee. Okay. Maar je moet alles echt stil houden. Ja, maar waar begint het? Dat is een moeilijke vraag, hè? Ja. Okay, alles wat je doet, maakt niet uit wat je doet, maar vooral het paardrijden natuurlijk, begint bij een idee. Dus dat zit in je hoofd en vanuit je eigen aansturing van het idee of wat je moet leren, moet je ook nog overbrengen op je paard. Ja. Dus als je zelf niet af en toe uit je comfortzone gehaald wordt, in de spiergroepen die zo belangrijk zijn, zeg maar. Dan ga je dat bij je paard ook niet doen. Inderdaad, dan komt die communicatie misschien iets minder goed over, waardoor je dus eigenlijk wat minder punten scoort. Ja. Okay, dan wil ik even één oefening pakken, gewoon heel simpel. Voor je schouders en bovenlijf. Normaal doen we iets uitgebreider warming-up natuurlijk. Anders wordt de vlog natuurlijk heel lang. Oké, okay, mag je even individueel, dus even één kant. Pak je ook weer naar achter. En blijf zo rechtop mogelijk staan, buikspieren aanspannen. Hup. Alles knakt. En naar voren. Nou, als het goed is, voel je dat je schouder een beetje warm aan het worden is. Ja. En probeer niet mee te bewegen in je lijf, alleen je arm. Dus individuele aansturing van de ledematen en spiergroepen. Andere kant, achterwaarts. Dan zie je dat er echt wel verschil is tussen links en rechts. Dat heeft bijna iedereen natuurlijk. Dan weet je ook gelijk wat je goede kant is en minder goede kant. En waar je eventueel punten laat liggen of waar paardrijden een beetje bemoeilijkt wordt. En dan pakken we hem voorwaarts. Hoe voelt dit? Ja. Makkelijk. Alles knakt en kraakt in hem nog, maar het wordt nu wat makkelijker. Dan schud jezelf even los. Oké, wat wij voornamelijk doen is mensen dus echt uit hun comfortzone halen. Waarom? Als jij dus weer iets nieuws in je hoofd gelegd krijgt, moet je erover nadenken. Moet je je postuur veranderen. Moet je kijken wat het verschil is tussen links en rechts en waar daar op minuscuul niveau ook zeg maar je verbeterpunten liggen. Want als we kijken naar de topsporters die we trainen, die zijn heel goed. Maar ook daar zie je zeg maar dat kleine dingen verbeterd kunnen worden. Maar die kleine dingen zijn uiteindelijk hele grote dingen omdat ze er al heel erg goed in zijn. Maar kun je dat veranderen, dan worden ze echt heel goed. En daar ligt het verschil. Dus ik neem je even mee op de halve bal. We krijgen vaak vragen waarom de halve bal. Heel simpel, de halve bal is een andere ondergrond. Dus je balanspunt is anders. En je moet gaan zoeken, vooral tussen links en rechts. En dat gaan we je even laten zien. Dus je mag even op de bal gaan staan. Alleen staan. Oké, dit valt nog mee, hè? Ja. Okay, bekken kantelen. Hup. Nu wordt die interessant. Ja. Ik blijf even aan de zijkant staan, zeg maar, want als coach kan ik dan natuurlijk kijken of alle lijnen kloppen. Dan mag je armen strekken naar voren. Heel goed. Niet zo hoog, gewoon in één lijn. Oké, okay, zie je dat je dan eigenlijk weer een iets hollere rug krijgt? Ja. Bekken kantelen en terug. Dus alles wat je voorwaarts heeft, dat heeft te maken natuurlijk met spiergroepen die je ook aanspreekt op een andere manier. Verandert gelijk je postuur in, vaak in de bekken. En nu wil ik eigenlijk dat je iets zakt. Dus in squat houden, stop. Oké. Nu is de lijn eigenlijk wat beter. Waarom? Als ik de armen naar voren heb gestrekt, heb je dus eigenlijk een lijn. En die lijn geeft aan zeg maar, of ze recht staat of niet. Dus je hebt eigenlijk een eikpunt. Klopt hè? Ja. Maar toch kijk je daar niet naar. Hè? Nee. Dus je werkt op gevoel. Ja. Ruiters moeten op gevoel werken. En als ik dan kijk naar de postuur hier, die blijft goed. Maar kijk je dan een stapje verder, dan zie je dat één voet dus eigenlijk intenser werkt dan de ander om in balans te blijven. Ja. Oftewel, dat is je favoriete kant. En welke kant zag je harder werken? Die kant. En welke kant ging alle kanten op? Dus rechts houd je in balans, hè? Ja. Oké, doen we nog een keer, dan kunnen mensen daar even op letten. Zak maar rustig door. En dan iets dieper door, zak je knieën niet voorbij de tenen. Ja, stop. Buikspieren aanspannen. Kijk, nu moet je harder werken, omdat ik het balanspunt anders maak. Je ziet ook dat de knieën wat meer naar binnen gaan. Oftewel, de spanning op de bovenbenen aan de binnenkant zijn eigenlijk een beetje te veel. En aan de buitenkant zie je dat ze wat aan het zoeken is. Train je de buitenkant meer. Ik voel dat ik meer show dan worden de benen inderdaad wat rechter en iets meer ontspannen. Oké, heel goed. Mag even afstappen, losschudden. Dan zie je ook dat er zoveel dingen bij komen kijken om jezelf alleen al in balans te houden. Ja. Dus op het moment dat je allemaal dingen moet gaan doen en jezelf in balans houden, dat is andere koek. Ja. We doen nog even één oefening.
voor beide kanten. Ja. En dan ga je lekker aan de slag zometeen met Janneke. Ja. Dus ik zou zeggen, ga lekker op de bal staan. Ben je met twee voeten gewoon? Ik zou beginnen met twee voeten. En dan zet je even één voet precies in het midden van de bal. Heel goed. En dan mag je één been zometeen optrekken. Zo echt. Nou, dat hoeft niet. Dat is heel fanatiek. Oh, gewoon zo gewoon los. Oké. Okay. Heel goed. Handen in de heupen. Bekken kantelen. Naar voren. Knieën iets omhoog. Wat goed. Oeh. Kijk, nu ga je iets meer triggeren. Omdat ik net zag van oké, dat is de favoriete kant enzovoort, wil ik als trainer heel erg meten, visueel gezien, wat het verschil dan daadwerkelijk is. Ik laat haar ook iets langer staan. Ze is natuurlijk al goed fit. Verschil is natuurlijk met iets fittere mensen is dat ze het langer volhouden in een goede houding. Maar hoe lang hou je het vol, dat is dan ook weer natuurlijk meetbaar. En dan weet je ook na hoeveel minuten ongeveer mensen foutjes beginnen te maken. Wat bij jezelf begint. En stap maar rustig af. Het is best wel lastig, ja. Is ook inderdaad heel erg moeilijk. Ja. Dus de andere kant alstublieft. Precies in midden. Ja, netjes. Rechtop. Eerst je postuur. Altijd beginnen bij jezelf. Schouders ontspannen. Netjes. Deze is moeilijker, ja. Nou, hier zie je dus heel erg het verschil dat ze aan het zoeken is. Eigenlijk vooraf gaf ik al aan. Ze moet meer werken door de bekken te kantelen. De schouders natuurlijk even iets meer naar achter die trotse houding gaan zoeken. Maar dat kost kracht, dat kost energie en heel veel investering zeg maar in jezelf. Want het is heel simpel, zit je rechtop, is alles mobiel en flexibel. Dan hoef je daar niet meer over na te denken en kun je echt focussen en concentreren op wat je met je paard wil bereiken. Netjes. Hier kan ik heel goed aan werken, ja. Nou, dat is mooi dat je nu zo'n bal hebt. Ja. Oké, dankjewel. Heel goed. Zo, dat is echt best wel lastig. Je denkt, oh, mijn balans is al wel redelijk goed. Maar als je dan echt weer andere oefeningen gaat doen dan normaal, dan voel je wel dat je eigenlijk nog steeds heel veel moet verbeteren. Ja. Ja. En als mensen dan heel graag zouden willen weten wat ik dan ook bijvoorbeeld zou zien, of wat je direct kan herkennen, is natuurlijk de diagonale. Dus op het moment dat bijvoorbeeld één been wat zwakker is dan de ander, geef je dus minder kracht tijdens een bepaalde communicatiemoment. Ja. Toch? Dan de andere kant, want dat gaat meer vanzelf. Ja. Dan weet je ook direct dat als je een kuur rijdt of je hebt een wedstrijd, maakt niet uit welke je doet, eventing, jumping enzovoort, daar verlies je vaak punten op. Omdat dat gewoon twijfelachtig overkomt op je paard. Ja. Dus het ligt niet altijd aan je paard, zeg maar vooral schouder binnenwaarts, deze kant op gaat heel goed, maar dit is mijn binnenbeen. Ja. En met de andere kant, dit is mijn binnenbeen, gaat het altijd wat langzamer, wat moeizamer. Moet ik zelf ook harder werken. Ja, en dat is eigenlijk ook wel logisch. Nou, en dan hebben we het nog niet eens gehad over reactietijd. Dus als iets minder fit is of staat niet helemaal lekker in je lijf, dan is de communicatie langzamer. Nou, en als het nog langzamer is, dan zul je zien zeg maar, dat bepaalde dingen helemaal niet lekker werken. En het is gewoon zo makkelijk trainbaar. Dan gaan we met Janneke aan de slag. Ja. Super tof. Yay. Nou, Johanne, wat jij zelf net vertelde, vond ik wel even interessant. Want je zei met je rechterbeen als binnenbeen, dat vond je lastiger, hè? Ja. Dus rechtsom buigen, zeg maar. Ja, dat merk ik echt in mijn schouder binnenwaarts vooral heel veel. Ja, nou dat hoor ik wel vaker, zeg maar, van ruiters. En de laatste tijd zijn we ons daar ook meer aan het verdiepen nog. En ook samenwerken met Marlon van Wissen en zo daarin. Ja. Dus wat ik vermoed is dat jij een verschilletje hebt in aansturing tussen links en rechts. Wat draaien betreft en ook het onafhankelijk draaien van je schouders. Ja. En van je heupen. Ja. Nou wil ik gewoon even dat je wat gaat proberen. Je mag eerst met je armen zijwaarts. Mag je van links naar rechts gaan draaien zonder je heupen mee te nemen. Dus je heupen blijven stil. En dan ben ik benieuwd welke kant voor jou strakker voelt. Deze kant. Naar links. Ja. Voor mijn gevoel. Nou is het grappig, want als jij rechtsom moet. Dat klopt wel, dat gaat wel makkelijk, zeg maar. En die kant op voel je je wat strakker. Ja, hier. Ja. Dus dan word je aan de achterkant van je rug een beetje beperkt. Ja. Oké, nou dat is al iets wat sowieso invloed gaat hebben op een paard. Dat je gewoon vrij moet kunnen bewegen eigenlijk. Ja, natuurlijk. Nou ben ik benieuwd wat er in je heupen gebeurt. Als je je heupen van links naar rechts draait en je schouders blijven op hun plek. Dus je borst blijft naar voren wijzen. En dan draai je eigenlijk om je eigen as heen.
Wat vind je hier moeilijker? Los, dit moet echt stil blijven. Ja, je moet proberen je borstkas stil te houden, zeg maar. En dan om en om een heup naar voren draaien. En dan heb ik het idee dat het met rechts wat vind je makkelijker? Die kant. Dus rechts naar voren draaien. Deze is voor mijn gevoel makkelijker. Oké, dat zie je ook wel terug inderdaad. Dus dat kan een verklaring zijn waarom het voor jou moeilijker is, zeg maar, om één kant op te rijden, zeg maar. Ja. Omdat je die ene heup naar voren te draaien dus lastiger vindt, fysiek gezien. Ja. Dus dit is al iets heel simpels wat je gewoon zou kunnen oefenen, zeg maar. En gewoon ook de aansturing over je schouders en je bekken. Want wat je ook zou kunnen doen is onafhankelijk links naar rechts je borstkas heen en weer schuiven en je heupen stil. Wat voelt hier vervelender? Links of rechts? Ook rechts. Ja, ik bedoel naar links. Sorry. Ja, dan trekt rechts meer, zeg maar. Dus je rechterkant staat waarschijnlijk gewoon wat strakker in je rond. Ja. Nou, dat is dan belangrijker om op deze manier te mobiliseren, zeg maar. Ja. Wat je ook zou kunnen doen is het gewoon lekker oprekken. En dan ben ik benieuwd of dit nu ook dat je zegt van... spiegel eraf. Of dat rechts strakker voelt dan links. Ja. Ja, klopt gelijk, dat? Ja. Nou ja, dan mag je bij het stretchen dus iets meer aandacht geven aan je rechterflank. Zodat je die iets meer oprekt, zeg maar. Nou, dan hebben we het stukje romp gehad. Dan ben ik nog benieuwd, gaan we even rondjes draaien met je heupen, met je bekken. Alsof je aan het hula hoepen bent, zeg maar. Probeer je borstkas weer zo stil mogelijk te houden. Dat je echt vanuit je heupen aan gaat sturen. Ja. En niet zo soepel. Voel je het heel goed voor jezelf? Zit er ergens een haperingetje? Of kun je een soepel rondje maken? Het kan beter. Dus ook dat zou je kunnen oefenen. En nou is de andere kant op. Dat voelt misschien helemaal gek. Ja, die kant op is lastiger voor mijn gevoel. Grappig, hè? Ja, je hebt overal je makkelijke en je moeilijke kant. Ja, en dat zijn de subtiele dingetjes die jij wel nodig hebt met het rijden. Om dus goed je hulpen te kunnen geven, zeg maar. Met dit maak je het al losser en stress zit echt. Dat is inderdaad meer ruimte geven. En het oprekken van je spieren helpt ook nog om gewoon echt een stukje meer... ruimte te geven aan je spieren. Ja. Dus wat ik nou wil gaan doen met je is een klein stukje rompstabiliteit. Nou, we hebben hier die mooie halve bal liggen. Ja. Wat je mag gaan doen is, ik ga hem even omdraaien. Je mag je handen zometeen op het midden naast het middelste cirkeltje van de bal. Dan kom je in een soort plankje staan. En dan ga ik eerst even kijken hoe dit je afgaat. En als het goed gaat, gaan we om en om een been iets optillen. Je ziet bij mij, als ik mijn rechterbeen optil, gaat de bal schever. Ja, dan zo. Dan die blijft die recht. Ja. Ja, en hier, zie je? Ja. Dus ook ik heb een kans die wat minder goed ontwikkeld is. Ja. Dus ook dat kun je hiermee mooi testen. Ja. En dan ook gelijk trainen. Ja. Dus zorg dat je handen mooi gelijk staan. En dan mag je eerst in een goed plankje gaan staan. Je mag je bekken ook weer iets meer kantelen. In. Ja. Dan ga ik eerst even checken of dat je recht staat. Je bent ook hier geneigd je rechterheup iets meer naar voren te draaien. Dus je mag iets terug. Niet te veel. Klein stukje. Ja. Zie je dat je dan al een beetje uit balans gebracht wordt? Ja. Ik zie nu al dat jij meer op rechts leunt. Want je duwt die bal iets naar rechts, voel je dat? Ja. Dus dat is heel overduidelijk. Heb jij echt je voorkeur die kant op liggen? Dat je daar je kracht vandaan wil halen en op gaat leunen? Ja. Til nou eens je rechterbeen op. En nou links. Zie je dat bij jou hetzelfde geval is? Hier knik je ook in je rug iets meer in. Dus je ziet gewoon dat jouw voorkeur gewoon gaat naar je bovenlijf lekker op rechts hangen, zeg maar. Ja. En in je onderlijf heb je dan graag je linkerbeen om op te steunen. Dus dit zou je gewoon al kunnen gaan oefenen. Proberen die bal zo stil mogelijk te houden. En je heupen zo recht mogelijk naast elkaar. Denk aan dat bekken blijven kantelen. Dus je wilt je heupbordjes naar je ribben toe trekken, zeg maar. Oeh, het is gelijk lastig. Ja, dan moet je je buikspieren gebruiken. Je mag even ontspannen, hoor. Zo,
Het is gelijk andere oefeningen, dat voel je gelijk. Ja, nou moet je aan het werk inderdaad. Ja. Ja, dus je kan een combinatie van dingetjes die je wel voelt, zeg maar, waar je spieren wel aan het werk moeten, met dus de bewustzijnsdingetjes zoals Gary heeft laten doen, het balans oefenen. Ja. Heb je niet het idee van, oh, dit is echt heel erg zwaar of zo, maar je oefent wel goed je coördinatie. Ja. Dus op die manier met relatief makkelijke oefeningetjes kun je al aan de slag, zeg maar. Ja, dan kan je het ook afwisselen. Ja. Ik wil je nog één ding laten proberen. Ja. Namelijk de schuine plank. Maar die doen we wel even op deze kant van de bal. Dan mag je zo meteen je elleboog op het midden van de bal zetten. Je voeten op elkaar. Ja. En dan kom je in een plankje, zeg maar. Ja. Je bent zo mooi recht. Je heupen zijn recht boven elkaar. Je mag je hand in je zij zetten en je elleboog wijst recht omhoog. En dan gaan we eerst op één kant proberen. En daarna leggen we de bal even aan de andere kant neer. En dan mag je ook de andere kant doen. En ook dan mag je weer gaan opletten wat je voelt qua verschil. Je mag je heupen iets naar voren duwen. Dus iets die kant op. Ja. Netjes. Mijn armpje trilt. Armspieren trainen, joh. Elleboog omhoog. Maar schouder naar achter. En elleboog die kant op. Oeh, dat is ook lastig, hè? Ja. 5 seconden. 3, 2... 1 en rust. Zo, dan merk je echt, dan denk je, ik train al heel veel spieren, maar met hele andere oefeningen. Wacht, moet deze even uit. Boah, dat gaat hoor. Dan merk je gelijk dat je eigenlijk in heel veel dingen ook nog best wel veel kracht mist, zeg maar. Ja, maar dit zijn kleine spiertjes en echt op spieruithoudingsvermogen. Ja. En wat je vaak doet met krachtoefeningen is dat je wat meer op de grote spiergroepen zit. En dat mensen geneigd zijn om wat te grof je te kijken, zeg maar. Dus echt puur naar de hoofdspieren in plaats van juist naar de kleine spiertjes die voor jullie zo belangrijk zijn. Dus dat is heel belangrijk om te doen. Dus echt eigenlijk een beetje muggenziften op alles wat je ziet. Zet je hand maar in je zij. Oh ja. Deze kant gaat makkelijker. Dat zie je gelijk, want je staat gelijk meer stabiel. Ja. En net met draaien naar links. Wat strakker, hè? Ja. Dat komt dus waarschijnlijk omdat je hier wat meer bespiering hebt zitten. Oké. Dat je in de weg zit. Net als bij je paard eigenlijk. Ja. Ik weet niet of het bij jouw paard ook hetzelfde is, maar dat zie je wel vaak, dat één kant meer spieren heeft. Nog 5 seconden, even volhouden. 3, 2, 1 en rust. Zo, deze kant ging echt makkelijker. Ja, grappig, hè? Nou ja. Ja. Op deze manier kijken we dus en proberen we een beetje te analyseren van welke kanten zijn beter en losser en flexibeler en waar moet nog even aan gewerkt worden qua coördinatie. Ja, nou ik weet weer waar ik hard aan kan werken. Nou ja, gelukkig kun je lekker thuis. Ja, super interessant. Echt al met heel weinig informatie eigenlijk al weet je al wat echt belangrijk is om nog beter te trainen. Ja, daar kun je vrij snel achterkomen inderdaad. Dus, ja. Ik heb net al ontzettend veel geleerd en willen jullie binnenkort hier nou ook mee beginnen? Jullie gaan vanaf 17 augustus iedere dinsdag, hoe laat? Om 7 uur een online training doen. Dat gaat dus live en je kan het ook terugkijken. Het is helemaal gratis, 6 weken lang. Dus ben je nou ook benieuwd naar geworden? Kan je dus inschrijven en kan je dus meedoen. Ja. En ik zal het link hier wel even onder in de beschrijving zetten. En ik heb echt al nu al zoveel geleerd. Ik weet ook gelijk waar ik weer hard mee aan de slag kan. Dus ik denk dat heel veel van jullie hier ook ontzettend blij mee zullen zijn. Dus zeker een aanrader. Ja, hartstikke leuk. We vonden het leuk om hier te zijn. Even een aanvulling op wat ze net zei. De eerste 50 inschrijvingen krijgen ook een maand lang gratis onze app erbij, zodat je direct lekker aan de slag kan gaan en een programma kan kiezen. En we konden natuurlijk niet met lege handen aankomen hier. Dus we hebben echt iets super tofs voor jullie. We hebben meerdere cadeautjes die we weg gaan geven. Ja, 3 toffe winacties. Echt heel erg leuk. We geven de halve bal weg. 1 personal training bij ons op locatie. En we geven nog eens een keer de introductiecursus weg. En bij elk cadeautje die we weggeven doen we ook nog eens een keer 3 maanden de trainingsapp van OneSwitch bij. Ja, echt super tof. De winactie gaat dus via Instagram. Dus ga zeker naar mijn Instagram account Johanna Nijteuven Horses. En natuurlijk naar het Instagram account van Applejack. Dan moeten jullie natuurlijk OneSwitch volgen en ons volgen. Tag zoveel mogelijk besties onder in de reacties. En vertel natuurlijk ook even wat jij precies wil winnen. En waarom je nou precies denkt dat dat juist zo goed voor jou is.
Dus ik denk dat het een hele toffe winactie wordt. Allemaal snel meedoen. En ja, op naar allemaal nog fitter. Dat vind ik ook. Geen woord meer aan toe te voegen. Nou, jullie echt super bedankt dat jullie tijd voor mij wilden maken om gezellig langs te komen. Janneke, bedankt. Kom er snel bij. Ik vond het echt super interessant. Ik heb echt heel veel geleerd. Dus heel erg bedankt daarvoor. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel voor de gastvrijheid. En hopelijk zien we jullie allemaal een keertje gauw. Ja, dus vergeet allemaal zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. En natuurlijk om te abonneren. Vergeet ook niet mee te doen met deze toffe winacties. En ook niet vergeten in te schrijven voor de online training. Ja. Ik ga sowieso ook gelijk inschrijven. Superleuk. En vergeet natuurlijk ook niet One Schwitz te volgen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!